dingen straat hier boven. Hoe je kip moet snijden, zie je dat niet? Wat is er speciaal aan die kip? Het speciale zit hem in de anatomie. De anatomie van een kip. Kennis van de anatomie, dat is het halve werk. Niemand denkt me hierna! Als ik een kip in de huiskast tegenkwam, zou ik eerst informeren voor ik hem in de hand vind. Niet als je krepeerde van de honger. Niemand krepeert niet van de honger. Op dit ogenblik zit jij vol te stoppen. Nou, en? Er is niemand krepeert hier. Wij horen niet op de klasse van de hongerleiders. Als je niet weet waarover je praat, dan kun je beter je mond houden. Er bestaat geen klasse van de hongerleiders. Bes, er bestaat klasse van de hongerleiders in de honger, hè, die ben. Wij krepeeren, dus dat komt op hetzelfde neer. Je bent een verwend kring. Hoor je wat ze riep? En mama? Hè? Je broer pist over al je kaarten heen. Moet dit een gezin voorstellen? Ik heb gezegd dat je niet moet doen naar een huisverdeling. Weet jij hoe lang ik bezig ben geweest met die kaarten? Ik moest research doen, ik ben naar de bibliotheek geweest. Uren heb ik eraan besteed. Stonden naar je tijd aan de besteding. Niks meer te zoeken. Je bent nog veel te jong. Ze is nog veel te jong om weg te gaan, dat kan niet. Ik moet zeggen dat ik het wel begrijp, maar ze is nog veel te jong. En ze wordt eerst ongesteld. Wat? Jij weet niet wat dat is. Je hoeft het daar nog niet moeilijker te maken dan het er is. Dat doe ik ook niet. Ik open juist nieuwe perspectieven voor haar. Je moet iets anders gaan zoeken. Als ze straks terugdenkt aan de dag dat de broer over de kaarten piste, zal ze die dag beschouwen als het keerpunt in haar leven. Hoe stel je dat voor? Ze is al begonnen met het huis uit te gaan, dat is het begin.